Ja, Denzel, een goede overwinning. Gewoon zakelijk, denk ik. Ja, wat je zegt, een zakelijke overwinning. Ik denk dat we goed veldspel hadden. Dus, de wedstrijd, we domineerden de wedstrijd. En ja, gewoon complimenten naar de ploeg. Ja, Mo Ietare was jarig. Ben je nog even naar zijn feestje geweest? Ja, zeker. Mooi dat hij jarig is geweest. En ja, 18 jaar nu, hè, volwassen. Hebben jullie daar nog een beetje geoefend op de chemistry? Want het was een aardige tandem aan de rechterkant. Ja, je weet dat met Moosje die naar binnen trekt, dat ik dan eroverheen kan. En dat liep goed. En ja, dat geeft vertrouwen. En het is altijd lekker om met hem aan de rechterkant te spelen ook. Ja. Jij ging ook weer lekker. Een aantal goede kapbewegingen in de 16 weer. Wordt een beetje je trademark. Nou ja, je probeert mee te doen aan de aanval. Gevaarlijk te zijn en goed. Het belangrijkste is natuurlijk dat wij als team goed spelen en dat we winnen. En dat is het belangrijkste. Ja, ik wil eventjes een uitstapje maken, want over een maand is het weer Interlands. En we zoeken nog een spits. Je hebt er nu 3 uit 4 volgens mij. Ja, ik weet niet precies, ik heb het niet bijgehouden. Maar ja, nee, ik probeer wat ik zeg belangrijk te zijn voor de ploeg. En als het door middel van scoren, ja, dan pik ik graag mijn goaltjes mee natuurlijk. Maar spits zie je niet zitten? Nee, dat zie ik niet zitten hoor. Nee. Het is, ik zag volgens mij een post van jou dat het 6 jaar geleden was dat je bij Sparta had getekend. Ja, zeker. Mooi moment destijds. Ik werd toen toegelaten tot de jeugdopleiding van Sparta, de A1. En ja, dat was een fantastisch moment. Ga je af en toe nog terug? Ja, zeker. Toch wel een speciaal plekje in je hart, Sparta? Ja, ik denk altijd wel. Het is voor mij een soort thuiskomen als ik daarin ga. En ja, ik ben zeker dankbaar. Hoe is het nu met de sfeer? Want jullie zitten weer in een positieve spiraal, denk ik. Hè? Afgelopen 2 wedstrijden goed gewonnen. Ja, de sfeer is goed. Natuurlijk zijn we wel, blijven we wel met beide benen op de grond staan. Want ja, we winnen pas 2 keer. Maar goed, het doet wel wat met het vertrouwen van de ploeg, dat merk je. En ja, we moeten nu zien vasthouden. Nog 1 vraagje, want je bent nu aanvoerder. Ik zie je continu heel goed aansturen en coachen. Maar op een gegeven moment vraag ik me af, want die penalty komt. En jij gaat iedereen goed neerzetten bij die penalty. Wat doe je daar allemaal? Nou ja, je hebt bepaalde afspraken die we maken bij een penalty. Hoe we gaan staan en ja... Dat probeer je te bewaken en iedereen zo goed mogelijk neer te zetten. Meer niet? Nee, meer niet. Nee. Dankjewel.